Hallo allemaal, Joshua en ik van FutureMovers hier, terug met een nieuwe video op YouTube. Ik ben er even bij gaan zitten. Het is namelijk niet zo'n heel zwaar onderwerp, maar ik had niet echt iets om te laten zien. Ik wil het namelijk gaan hebben over een vraag die ik toevallig pas nog kreeg, maar ik krijg hem echt regelmatig. Ik heb bijvoorbeeld een jong rattenslangetje en kan ik die in een groot terrarium zetten? Of mensen appen bijvoorbeeld, joh, hij wil niet eten omdat hij in een groot terrarium zit. En daar wou ik eventjes een soort van debunken of ontmieten, of hoe je het dan ook wil noemen. Ik heb me hier alleen geen groot terrarium staan om een voorbeeld te geven, omdat ik alles natuurlijk in curves heb. Maar het idee wat mensen vaak hebben is, als je nou bijvoorbeeld een jong rattenslangetje, die 2 maanden oud is of zo, als je die in een terrarium zet van 1 meter bij 50 bij 50, dat die dan zich ongelukkig zou voelen en niet zou eten, of zou eten die zou kunnen vinden zelf, zo hoor je ook wel eens. En dat klinkt heel stom, maar dat is eigenlijk gewoon niet waar. Het is bijna eigenlijk altijd een inrichtingsprobleem. Dat klinkt heel stom, zeker voor mensen die denken, oh ja, maar ik heb dat ook wel eens gehad. Het is niet aanvallend of zo bedoeld. Ik bedoel, ik heb ook wel eens problemen gehad. Zeker toen ik gewoon nog geen ervaring had natuurlijk. Maar daarom maak ik ook deze video, zodat we er met z'n allen wat van kunnen leren. Nou ben ik geen voorstander van een terrarium vergelijken met de natuur. Want dan hoor je natuurlijk ook mensen wel eens zeggen van in de natuur dit of in de natuur dat. Klinkt stom, maar... Doe het niet, vergelijk het niet, want dan vind ik ook dat je een terrarium, dan moet je er ook teken in gooien en een kweekgroep muizen en roofvogel bij wijze van spreken. Maar het is natuurlijk wel zo dat in de natuur heeft zo'n klein rattenslangetje, weet ik hoeveel vierkante kilometers waar die heen kan. En daar is natuurlijk niet makkelijk te leven, daar gaan er ook dood en zo, vandaar dat je het ook niet moet vergelijken. Maar het is natuurlijk niet zo dat in een bak van 0,5 meter grondoppervlak, hè, want daar praat je over bij 1 meter bij 50 centimeter diep, dat hij daar geen eten in zou kunnen vinden. Maar er zijn wel wat dingen waar je rekening mee moet houden. Wat ik namelijk bijna altijd vraag als mensen zeggen, even een berichtje sturen van, joh, mijn slang wil niet eten, kun je me helpen? Natuurlijk help ik jullie dan. Dan vraag ik bijna altijd een foto. En dan wil ik ook de temperaturen weten, want temperaturen kunnen ook fout zijn. Als die te laag zijn of zelfs te hoog, dan gaan ze ook niet eten. Maar ik vraag ook altijd een foto van het terrarium. En omdat je daar eigenlijk misschien wel 8 van de 10 keer uit kunt halen van, hier zie ik eigenlijk meteen waar het aan ligt. Je ziet namelijk wel eens, heb je een terrarium van zo breed en dan staat hier een waterbakje en misschien hier een nepplantje ligt plat op de grond en hier staat een schuilgrotje. En dan moet dat slangetje dus eigenlijk kiezen van, nou ga ik bijvoorbeeld hier in de warme hoek liggen, want lekker onder de lamp, want ik wil die temperatuur hebben, maar er is geen schuilplekje. Of blijf ik hier in die schuilplek liggen, daar lig ik lekker veilig, maar daar is misschien wel een paar graden te koud om eten te kunnen verteren. Dus wat je zeker bij een jong rattenslangetje moet doen, is je terrarium eigenlijk bij wijze van spreken vol gooien, dat is overdreven, maar met nepplanten en met stukken hout en zo. En dan bedoel ik niet allemaal op de grond gooien, want ze klimmen natuurlijk ook graag, zeker kleine rattenslangetjes. Dus qua inrichting moet je zeker altijd, zeker als je een hoger terrarium hebt, kijk, met de curve lukt dat niet, maar in het terrarium hangplanten op, die je gewoon in de achterwand kunt prikken. Er zit vaak zo'n metalen pinnetje aan waar je een kurk achterwand kunt prikken. Of er zit bijvoorbeeld een zuignapje aan die je gewoon aan het glas kunt plakken of zo. Maar als die helemaal van boven aan het terrarium tot naar onder hangt, dan kan die daar en lekker doorheen klimmen. Nou, je hebt zo wat te doen en... hebben ze ook wel schuilplekjes natuurlijk van boven naar beneden. Maar ze hebben ook meteen een temperatuursgradientje, want warmte stijgt, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Dus boven in het terrarium is het vaak net ietsje warmer. Dus als ze helemaal hoog in die plant gaan liggen, is de omgevingstemperatuur misschien net 1 graad of 2 warmer en zo. Dus dat scheelt al veel. Ook bijvoorbeeld takken die scheef van linksonder naar rechtsboven lopen. Of misschien is dat voor jullie zo. Dat ze van beneden op een tak kunnen kruipen en helemaal naar de andere hoek kunnen klimmen. Dat werkt ook zeker. Laat ze dan na zo'n nepplantje desnoods toekruipen of zo. Het ziet er ook nog eens realistisch een beetje uit. Hè? Want als je in de natuur kijkt, zie je ook allemaal takken alle kanten op wijzen en zo. En een andere belangrijke is schuilgrotjes. Die werken sowieso. Zeker doen. En dat mag een plastic schuilgrotje zijn. Dat mag een stronkje hout zijn. Dat mag een kartonnen doos zijn. Of een wc-rolletje. Dat maakt allemaal niet uit. Het kan van alles zijn. Maar zorg wel dat die wel eens lekker strak in kunnen liggen. Ik kreeg namelijk laatst een foto van iemand. Die had misschien wel 4 of 5 schuilplekjes in het terrarium. Dus als hij dat tegen mij puur had gezegd, dan had ik gedacht, nou, dat is goed geregeld. Hè, want dat is best wel fijn om verschillende verstopplekken te hebben. Maar toen ik de foto zag, toen werd dat vrij gauw duidelijk. Dat slangetje was bijvoorbeeld opgekruld zo groot. En de schuilplekken, die waren allemaal zo. En zo'n zeker jonge slangen, maar eigenlijk alle slangen wel, die houden ervan om ergens lekker zo krap in te gefrot te zitten, zeg maar. Dus als je nou een jong slangetje hebt, maar heel klein is, zorg dan dat je ook kleine schuilplekjes hebt. En daar kunnen dus kleine stronkjes hout zijn, maar er kunnen ook in een grotere stronk hout bijvoorbeeld wat inhammen zijn waar ze in kunnen. Nou kan dat wel lastig zijn, want als ze daar helemaal in zitten, krijgen ze er niet meer altijd makkelijk uit. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal.
Hetzelfde geldt voor bamboestokken, van die gedroogde bamboe. Ziet er hartstikke leuk uit en werkt ook hartstikke goed. Maar daar, als die hol zijn aan de uiteindes, dan gaan ze er nog wel eens in. En dat is vrij lastig om ze eruit te krijgen. Dus denk daar even aan. Maar zorg dus dat die schuilplekjes goed zijn ook. Dus niet alleen maar dat je 4 of 5 schuilplekken hebt, maar dat ook nog eens fijne schuilplekjes zijn. Want dan kan zo'n slangetje gaan kiezen. Ga ik hier liggen, want hier is de perfecte temperatuur voor nu. Want ik wil mijn eten gaan verteren, dus ik wil een paar graden warmer. En ik kan me lekker verstoppen. En dan kunnen ze ook zeggen, oh, maar nu heb ik geen eten in mijn buik, dus ik wil een paar graden koeler. En ik kan me verstoppen. Dus die combinatie van temperatuur en ze kunnen verstoppen, die is gewoon heel belangrijk. En wat zeker beginners dan ook nog wel eens eigenlijk zeggen van, ja, maar als hij altijd zich overal kan verstoppen, dan zie ik hem nooit. Dat wil ik ook eigenlijk wel ontkrachten, want je ziet juist vaak, in de eerste paar dagen niet, dan zie je vaak altijd die slang een keertje rondje kruipen om te verschuilen en dan, of om te ontdekken. En dan gaan ze zich verschuilen. Maar hoe meer, hoe betere verstopplekjes zo'n slang heeft, hoe fijner dat hij zich voelt. En hoe fijner dat hij zich voelt, hoe eerder dat hij er rond zal gaan kruipen. Dus wat je natuurlijk wel vaak ziet, is als je een terrarium hebt wat goed is ingericht, dat je overdag een rode rattenslang niet zo heel veel ziet. Maar misschien vanaf een uur of 6, 7 s'avonds, als het weer een beetje donker wordt en gaat schemeren, dan gaat de slangetje echt alle kanten op kruipen. Omdat hij dan denkt, oh, ik ga me lekker mijn bakjes verkennen. Want hij weet gewoon dat hij zich overal kan verstoppen als er wel gevaar zou zijn. Dus als je nou een terrarium hebt, hoe groot of hoe klein dat hij ook is, zorg dat hij goed ingericht is. Want ik heb ook wel eens, maar dat ging over een boa, en dat is jaren geleden, maar ook wel eens een foto gezien van iemand die had een boa constrictor, ik weet niet, een albino of een sunglow, maar toen dat hij best wel een duur boaatje, in een Hurptec terrarium, dat is ook nog eens een duur terrarium. En die had letterlijk krant op de bodem, dat mag ook nog, hè, dat is ook niet erg, maar zo'n boa gaat erop liggen, die gaat er niet makkelijk onder, dus hij kon zich niet eens verschuilen. En die had dus letterlijk 1 waterbak en 1 schuilplekje. Dan kun je een hele grote bak hebben, maar zo'n boa die kan helemaal niet kiezen. Dus dat wil ik jullie meegeven. Over bodemdekking gesproken, zeker als je een beetje luchtig los materiaal hebt, alsof er nou wat kleinere beukensnippers zijn, of net als wat ik gebruik, iets van tierwoel of lichtnucel. Daar kunnen slangen ook goed in kruipen natuurlijk. Zeker de jonge rattenslangetjes, die maken er echt een beetje holletjes in. Dus doe daar ook niet te zuinig mee. Dus niet zo'n klein laadje erin, maar lekker gewoon, wat zal het zijn, 1 centimeter of 5 of zo. Dan kan ze daar lekker in kruipen. Kunnen ze daar ook nog in verschuilen. Enige nadeel daarvan, denk ik nu, is soms poepen ze dan op de bodem. En dan denk je, oh, mijn bakje is nog schoon, er liggen er allemaal poepjes onderop. Maar ja, dat is een kwestie van af en toe goed schoonmaken. Dus dat is niet de grootste ramp, want het beestje staat natuurlijk voorop. Dus ja, ik hoop dat ook deze mythe een beetje ontkracht is van een te groot terrarium. Mocht je er anders over denken, laat het zeker weten. Hieronder in de reacties natuurlijk, dat mag altijd. Die lees ik ook. Je mag ook berichtjes sturen op Facebook, op Futuremorphs. Als je denkt van, nou, dat doe ik liever als privéberichtje sturen, dat is natuurlijk ook niet erg. Ik heb benieuwd of jullie daar nog ervaringen of tips of zo over hebben. Dus laat het zeker weten. Ik lees altijd alles. Ik kom overal op terug. Dus ik vind het leuk om in contact te blijven met jullie. Als je nou hebt gedacht, nou, dit is een leuk filmpje en ik wil de rest eigenlijk ook wel bijhouden, dan abonneer je ook. Hè, want dat schijnt goed te zijn voor YouTube-statistieken die ik niet bijhoud. En ik krijg er ook geen geld voor trouwens. Dus wat dat betreft hoeft het niet. Maar ik vind het wel leuk als jullie toch abonneren. Dus doe het dan gewoon voor mij. Volg me ook op Facebook op Futuremorphs. Ik zat vorige week of zo op net over de 2200 likes. Dus op naar de 2500. En blijf me volgen. En stuur me vragen als jullie willen. Het is natuurlijk nog steeds, net als in de vorige video, het is nog steeds coronatijdperk. Ik zit ook in een soort van quarantaine. Ik ben niet ziek of zo, maar ik kan weinig werken buiten de deur natuurlijk. Als jullie zeggen van, nou Joshua, ik heb een goede vraag voor jou, of een slechte vraag, maakt ook al niet uit. En wat is jouw mening daarover? Laat het zeker weten, dan kan ik namelijk een filmpje maken. Dan ben ik weer een half uur of zo, of een uur van mijn dag kwijt met iets productiefs doen, in plaats van op de bank zitten, Netflixen en YouTuben en zo. En hopelijk hebben jullie dan ook een leuk filmpje om te zien. Dus serieus, stuur me een berichtje als je iets wil weten. Schroom niet, alles mag. Je mag alles vragen. Dus het beste is op Facebook, maar het mag ook hieronder in de comments. Dankjewel weer en tot de volgende video.